Vergrijzing treedt ook op binnen de muren van de congregatie van de zusters van Julie Postel. En zorgzaamheid, gastvrijheid en spiritualiteit wordt dus op dit moment niet alleen meer verzorgd door de zusters, door de religieuzen, maar wordt ook steeds meer verzorgd vanuit het gedachtegoed door lekenmens. Wij zijn vandaag voor het programma Uitgelicht op bezoek bij de zusters van Julie Postel. Wij mogen rondkijken binnen de muren van deze gemeenschap. En we proberen voor u, voor het programma Uitgelicht, een beeld te maken van het dagelijkse leven van deze kloostergemeenschap, religieuze gemeenschap. Waarbij, zoals gezegd, ook steeds meer mensen vanuit de gewone maatschappij hun intrede doet. En dat betekent in elk geval ook voor de congregatie dat zij hun koers daar op moeten gaan afstemmen. En daar zullen we het ook over hebben met het regiocollege van de congregatie. Kijkt u met ons mee naar een beeldreportage van een dagje binnen de muren van de kloostercongregatie van de zusters van Julie Postel. Ik zit hier aan tafel met het regiocollege van Julie Postel en ik ga de deelnemers van dit gesprekje aan u voorstellen. Natuurlijk met de dames beginnen. Zuster Annelies Roeland, u bent de regionaal overste van Julie Postel. Daarlangs Gonnie Stroeken. Gonnie, wat is jouw functie precies? Ik ben coördinator voor de zusters. Nou, we gaan dadelijk wel even vragen wat dat precies betekent. En aan mijn rechterhand zit Karel van Dongstort. Jij bent bestuurder. Staat zo mooi op mijn papier. Klopt, ik ben bestuurder van de kerkelijke instelling Erfgoed Julie Postel. En die is opgericht om te zorgen voor de zakelijke belangen van de zusters. Oké, nou laten we eerst eens naar zuster Annelies gaan. U bent regionaal overste en u kunt mij ongetwijfeld vertellen de geschiedenis, het ontstaan van de zusters van Julie Postel. Want dat is al de Julie Postel zuster is heel lang geleden heeft ze geleefd. Maar nou, heeft van allerlei hele goede dingen in haar leven gedaan. Maar dat kunt u ongetwijfeld veel beter vertellen dan ik dat doe. Dus vertel eens. Ja. Onze naam hebben wij te danken aan onze stichteres, Julie Postel. En Julie Postel is geboren in 1756 in Barfleur. Dat is een vissersdorp in Normandië. En zij is gestorven in 1846. Dus als we goed kunnen rekenen, is zij 90 jaar mogen worden. En dat was voor die tijd heel oud natuurlijk. Ja, want wij zeggen steeds Julie Postel, maar haar zusternaam was een andere, geloof ik, hè? Ja, voor haar kloosternaam heeft zij Marie Madeleine gekozen. Ja. Nou, dat heb ik ook gelezen. En ik heb ook gelezen dat zij begonnen is eigenlijk in het onderwijs. Hè, en later haar zorg heeft uitgebreid naar mensen die ook hulpbehoevend waren. Klopt dat? Ja. Zij is op school geweest in Valognes bij zusters Benedictinessen. En daar heeft zij haar vorming gekregen. En toen ze 18 was, is ze teruggegaan naar haar geboortedorp, Barfleur. En daar heeft ze een school geopend voor arme kinderen. Zij heeft de Franse revolutietijd meegemaakt. En de Franse revolutie, weten we, is van 1789 tot 1805. En toen was er heel veel nood en mensen konden hun godsdienst niet meer beleven. En toen is ze naar Cherbourg vertrokken, omdat daar de hele havenstad was verwoest. En toen heeft ze daar haar congregatie gesticht en toen was ze al 51 jaar. Nou, we hadden het over Frankrijk. Nou, Boxmeer is niet Frankrijk, we zitten in Nederland.
Hoe komen de zusters van jullie postel in Nederland terecht? Ja, in rond 1886 was hier in Boksmeer tyfus uitgebroken. En er was een pastoor, een karmeliet, pastoor Wellesen, en zijn portret hangt hier aan de muur. En pastoor Wellesen had in Duitsland zusters van Julie Postel ontmoet. Want ondertussen waren ze al via Frankrijk over Parijs in Duitsland een huis opgericht. En daar heeft die pastoor Wellesen aan die Duitse zusters gevraagd: kunt u niet naar Boksmeer komen, want er zijn zoveel zieke mensen en we hebben hulp nodig en om mensen te helpen begraven ook. En toen zeiden die zusters in Duitsland: maar dan moet je in Frankrijk vragen, want we zijn van een Franse congregatie. En zo is het gekomen en hebben ze in Frankrijk gezegd: maar dan moet je wel, dat is oké. Maar dan moet je, vraag maar aan in Duitsland of ze een paar zusters naar Boksmeer sturen, want jullie zullen elkaar beter verstaan als in taal. Het Duits en Boksmeers ligt wel dichter bij elkaar dan Frans en Boksmeers. En zo zijn de eerste zusters hier op het kasteel. Ja, eerst hebben ze nog in een huisje op de Biest gewoond in Boksmeer. En toen door toedoen van meneer Sasse van IJsselt. We hebben hier ook nog een Sasse van IJsseltstraat in Boksmeer. Wie is dat? Sasse van IJsselt was toen de domeinhouder, zal ik maar zeggen, in die tijd. En die heeft ervoor gezorgd dat de zusters hier in 1886 zijn ze dus naar Boksmeer gekomen. En in 1896 zijn ze begonnen hier op het kasteel. Dus we zitten hier op de plek wat toch bekend is in Boksmeer. Hè. Wij worden de zusters van het kasteel genoemd in Boksmeer. Zo kennen ze ons. En hier zijn we begonnen met een ziekenhuis. En in 1968 is het ziekenhuis van hier het Maasziekenhuis geworden. Ondertussen staat er weer een nieuw Maasziekenhuis. En verpleeghuis Madeleine is hier begonnen. En dat is ondertussen ook al 25 jaar naar het dorp verhuisd. En is ons huis hier, zijn wij als zusters van Julie Postel hier blijven wonen en ons werk verder gezet. En onze eerste groep oudere zusters zijn in de voorbouw gekomen waar verpleeghuis Madeleine eerst gehuisvest was. Op een bepaald moment deden leken mensen hun intrede in deze gemeenschap. En Gonnie, dan kom ik een beetje bij jou. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Het is inderdaad zo dat het natuurlijk voor de zusters zelf steeds moeilijker werd om al het werk wat ze altijd allemaal zelf konden doen, om dat nog vol te houden. En gaandeweg zijn daar inderdaad steeds meer leken in huis gekomen. En in het begin hadden die functies die wat verder van het leven van de zusters afstonden, die wat meer bijvoorbeeld op de financiële administratie ondersteuning gaven, of die in de technische dienst ondersteuning gaven. In de keuken natuurlijk hadden we leken personeel. In de wasserij kwam langzamerhand leken personeel. Maar gaandeweg, de geschiedenis, hebben ze ook meer ondersteuning veel dichterbij nodig. Dus eigenlijk ook haast in het bestuurlijke. En ja, dat is het moment waar we nu bij aangekomen zijn, dat ze dus ook niet meer het eigen bestuur kunnen vormgeven en dat ze daar ook leken in hebben betrokken. Jij bent coördinator. Kun je iets vertellen wat die functie precies inhoudt? Het hele welzijn van de zusters, dat gaan we samen doen. Ja, daar valt van alles bij. Daar valt bijvoorbeeld onder dat je individuele gesprekken hebt met zusters. Een luisterend oor voor een zuster, maar ook een stuk bezinning wat je organiseert voor de zusters in huis, in groepen. Liturgie die we in stand willen houden, dat soort dingen. Karel, jij bent bestuurder van de nieuwe organisatie. Vertel eens, wat houdt het allemaal in, jouw functie? Ja, eigenlijk heb ik een dubbel functie. Ik ben enerzijds lid van het regiocollege. Dus daar waar ik mee kan denken met de inhoud van het leven van de zusters. Anderzijds ben ik bestuurder, de zakelijk beheerder van het vermogen, zowel materieel als immaterieel, van de zusters van Julie Postel. Ze hebben ervoor gekozen om daar een andere structuur voor in het leven te roepen, zeg maar, omdat er zoveel professionaliteit nodig is om vermogen te beleggen, huizen te beheren, alles wat daarbij hoort. En ja, goed, ik heb de taak gekregen om dat met een aantal mensen te gaan opzetten.
Sint Anna, het verpleeg- en verzorgingshuis, is natuurlijk een belangrijk onderdeel van dit complex. En daar werken wij dus ook intensief mee samen om te zorgen dat in de geest van Julie Postel zorg verleend kan worden, menslievende zorg verleend kan worden aan bewoners die hier op het terrein wonen. Wat is dat precies, de geest van Julie Postel? De geest van Julie Postel betekent dat wij in ons huis is in principe iedereen welkom. Dus ongeacht achtergrond, rang of stand is in principe iedereen welkom. En wij proberen te leven in gemeenschap belangrijk. We hebben ook, Sint Anna kent ook kleine groepen met eigen huiskamers. En wij proberen aandacht te besteden aan spiritualiteit. Dus aan de manier waarop mensen leven in dit huis. En de zorg, dus de mensen die voor Sint Anna werken, proberen we daarin mee te nemen dat zij diezelfde de waarden en normen die een beetje uit de traditie van de zusters komen, om die ook over te brengen in deze tijd. Onze achtergrond vanuit onze religieuze roeping is toch dat wij zorg en aandacht hebben voor mensen die vaak niet gezien worden, vaak niet gehoord worden. Dat is natuurlijk gebaseerd op de bewogenheid van Julie Postel. Geraakt door God en bewogen om mensen. Het Kastelen Museum is een speciale plek binnen dit hele complex. Het is ook, het heeft een soort status aparte, zeg maar. Daarin proberen wij het leven en het werken van de zusters van Julie Postel in beeld te brengen. Dus mensen daar kennis mee te laten maken. En de afgelopen jaren hebben we met name in het teken gestaan van het kasteel terugbrengen in de tijd van waarin de adel nog een flinke rol speelde. En daar is dan ook de lijfspreuk binnen het Kasteelmuseum, daar waar adel en zusters samenkomen. En dat is eigenlijk een hele mooie titel om te laten zien dat enerzijds de soberheid van de zusters van Julie Postel, dat die heel erg aanwezig is en tegelijkertijd ook de luxe van een kasteel, want dat hoort eigenlijk niet bij soberheid, maar toch. Als je ziet dat het kasteel oorspronkelijk een ziekenhuis geweest is, met op allerlei manieren gebruikt, allerlei ruimtes gebruikt. Als je zusters spreekt en hoort hoe dat in het verleden ging, dan kan je bijna niet voorstellen dat dat hier was, in deze ruimte. En dat maakt eigenlijk dat er een heel stuk geschiedenis is wat we hier in dit stuk speciaal willen bewaren. En laten zien aan anderen. Ja. Dus op zondagmiddag is op zondagmiddag is in principe het kasteel open. Dan zijn er ook rondleiders, er worden rondleidingen gegeven. En we hebben beneden een museum samen met het gemeentemuseum. En boven hebben we dan onze eigen ruimtes. De zuster langs mij die wilde straks al over de koers beginnen. Dus dat is een heel belangrijk onderwerp, denk ik. Wat kunt u daarvan vertellen, de koers? Hoe gaan wij nu de volgende jaren een soort beleid uitschrijven? Maar een beleid veel meer op die bewogenheid. Waar kunnen we ons nu nog voor de noden in de maatschappij inzetten, als onze krachten toch verminderen. En nu onze koers, de laatste hebben we nu geschreven op het kapittel in september. Dit is onze visie doorgeven, onze waarden doorgeven. Waar gaat het ons om? Dat ons werk gaat verder door medewerkers die in onze geest verder werken. U noemt dat, geloof ik, bewust uit handen geven. Ja, want als je dat niet bewust uit handen kunt geven, Dan is er geen ruimte binnen in jezelf om het te accepteren. Wie zijn wij als gemeenschap, als ouder wordende gemeenschap, als zusters van Julie Postel? Het is goed zo en ons werk gaat verder. En wat hebben we toch? Ja, onze medewerkers werken in onze geest. En omdat we dat zo georganiseerd hebben, kunnen wij ons leven blijven leven en onze eigen identiteit met elkaar. Ja, spiritueel elkaar daarin verbonden blijven. Ik heb van de zusters een behoorlijke verantwoording gekregen. En dat voelt ook wel zo, hoor, dat je daar goed mee omgaat. Dat vertrouwen niet wil beschamen wat je gekregen hebt. En daar ga ik ook mijn uiterste beste voor doen om zo goed mogelijk hier voor de zuster in ieder geval aanwezig te zijn, zowel voor elke zuster individueel, maar ook in het begeleiden van de gemeenschappen die echt inderdaad met een ouder wordende communiteit toch hun eigen problemen gaan krijgen. Wat is nou als bestuurder de visie en de toekomst dit mooie gebeuren hier? Nou, de toekomst van dit gebeuren is eigenlijk heeft het kapittel van september 2012 heeft me eigenlijk drie opdrachten gegeven.
En de eerste opdracht zorgt dat onze zusters op een goede manier hun oude dag kunnen beleven en op de manier die waardig is aan een religieuze leven. Het tweede is zorgt dat Sint Anna zich kan ontwikkelen als zelfstandig huis met die basiswaarden van de zusters van Julie Postel erin. En als derde, het vermogen wat de zusters hebben, willen we eigenlijk terug laten vloeien naar de maatschappij, naar die projecten die passen binnen de doelstellingen van Julie Postel. Hoe ziet de toekomst er wat u betreft uit, zuster Annelies? Ons leven als zuster van Julie Postel kunnen leven. En ondertussen gaan onze werken door. En dat is onze manier van aanwezig zijn hier in huis en waar de zusters nog in het land wonen. Samen met zuster Annelies proberen om die zorg voor elke zuster, om daar zo goed mogelijk mee aan vorm te geven. En hoe zich dat in de praktijk straks allemaal zal gaan ontplooien, welke gebieden daar precies zich aan gaan dienen, ja, dat zal de tijd leren. Nou, zijn we vandaag bij jullie te gast. Hè? We mogen een beetje sfeer proeven, gaan we ook doen. En we zullen proberen om mensen te spreken, dus te vragen van hoe is het nou om hier te leven. En we zullen eens aan de kijkers laten zien hoe mooi de gebouwen en treinen zijn. Daar wil ik jullie ook voor bedanken dat we dat mogen doen vandaag. En ik wens jullie ook heel veel succes met het verder, laten we zeggen, uitwerken van de koers, de visie en het invullen daarvan. Dank jullie wel. Willy Stevens, we staan hier in een mooie kapel. Ik heb begrepen dat jij hier koster bent. Ja. Zelfs betaalde koster op dit moment. Ja. Wat doe je zoal hier? Nou, hier worden 4 keer eucharistievieringen verzorgd door de kamel van hier van de Steenstraat, de kamels. En dat houdt in op dinsdagavond en op donderdagavond, vrijdagavond en op zondag. De hoogmis. En jij zorgt dat alles picobello voor elkaar is, dat ook op een goede manier kan? Nou ja, samen met mijn zusters die mij het aanleren, want ik ben nog in dienst aan het leren. Dus, en dan zorgen we dat alles er staat wat er staan moet, zoals de kerk en de hosties en de kaarsen aan zijn en de verlichting en het geluid en de lampen. Zodat iedereen, ook de bewoners op hun kamer, de missen kunnen. Want er worden opnames van gemaakt, er wordt uitgezonden op de kamer. Via radio of televisie? Nee, via tv wordt het uitgezonden. Dus iedereen op de kamer kan ook de vieringen mee vieren. Dus, en dat zijn de vieringen, maar is de kapel de hele dag open? Kunnen mensen dit ook als een soort stilteplek gebruiken? Absoluut, die is voor iedereen toegankelijk, altijd vrij open. Heel veel bewoners die ook eventjes hier bij het Maria-altaar een kaarsje aansteken of gewoon hier gaan zitten, hun gebed doen. We hebben daarboven ook nog een klein kapelletje. Daar zitten ook zusters die dan moeilijker ter been zijn. Die komen ook daar hun gebed houden. Dus, Culturele activiteiten worden hier ook gedaan. Dus je zou kunnen zeggen het is een kapel, maar anderzijds is het ook een beetje een ontmoetingsplek voor wat grotere activiteiten. Absoluut. En ook elk jaar is hier een tentoonstelling, samen ontmoeten voor het hele huis. En dan wordt deze kapel ook gebruikt als
Er komen kraampjes te staan en kunnen mensen gaan zitten en iets kopen. Dus ja. Leuk werk? Hartstikke leuk werk. Ja, het is echt heel bijzonder dat ik het mag doen. Zo ervaar ik dat ook. Zo van. Ik mag daar samen met de zusters kijken in hun winkeltje en ik mag het van hun proberen op hun manier over te nemen. Dus heel, heel mooi om te doen. Nou, we staan hier in de wasserij, volgens mij, hè? Ja, toch? Ja. Jullie verzorgen de was van het klooster en van Sint Anna. Ja, dat klopt. En veel was zo? Het wordt steeds meer, want we komen er bijna wekelijks niet meer doorheen. Zo, ja, toch heel veel was komt. Ja. Nou zou je kunnen zeggen dat er dan te veel was is of te weinig personeel. Wat is het dan? Misschien af en toe te weinig personeel, want we hebben het echt heel erg druk. Ja, want dit is een wasserij die gewoon zelfstandig draait. Hè? Er komen geen mensen van buiten, laten we zeggen bedrijven die dit allemaal regelen. Nee. Jullie doen het allemaal zelf? Wij doen het allemaal zelf. We hebben het allemaal in eigen beheer. Ja, alles zelf. En 5 dagen per week? De wasserij is 5 dagen per week geopend, ja. We vullen het wel allemaal op met parttimers. Dus niet iemand die 40 uur werkt, maar allemaal met parttimers. En ja, tot 's maandags 8 uur tot vrijdags 2:30. En per dag eigenlijk met 4 personen. Dus heel veel was. En ik zie ook heel veel, mag ik dat zeggen, burgerwas. Ik zie geen aparte was hier. Nee, dat klopt. Burgerij ook steeds meer. De zusters die hebben ook steeds meer gewoon eigen kleding, gewoon normale kleding, geen echte kappen op meer. Dus er komt steeds meer ook van buitenaf, er komen ook steeds meer leken hier wonen, dus het wordt ook allemaal steeds gewoner. Want zijn er nog zusters die in kleren zijn, dat jullie weten? Ja, en met name van de zusters van de Dominicanessen lopen er nog verschillende in de kleding, zusterskleding, ja. En die witte habijten, ik weet niet of er toevallig eentje hangt, nee hè. En die verzorgen jullie ook, dat doen jullie ook? Dat verzorgen wij ook, ja. En de kappen worden hier gewassen. En nou, ik ga jullie niet langer van het werk afhouden. Smakelijk eten. Smakelijk eten.
Meneer Barthe, Joop, er is mij gezegd dat u een heel belangrijke rol hebt in deze gemeenschap. Klopt dat? Valt nog mee, denk ik. Valt nog mee. Ja, want u bent al heel lang hier. Ik ben al heel lang hier, ja. Al meer dan 50 jaar, dus. En wat doet u al zoal op dit terrein? Ja, voorheen, toen ik hier kwam, toen was het op de boerderij werken hier. Maar sinds mijn pensioen hebben we de boerderij aan de kant gedaan. En nu werk ik hier een beetje zoals hobby. Voor schapen en hertjes en de beestjes allemaal. Allemaal verzorgen, maar... Verzorgen. Nou was het ook zo dat dit een heel erge vrouw was, volgens mij. Zeker, ja. En u de enige man was hier, klopt dat? Toen in de tijd wel, samen toe. Vooral met die kerstdagen, hè. Dan zaten we in de kerstviering en dan was ik als enige man hier, tussen al die vrouwen. Ja. En hoe is dat dan? Ja, dat is wel een beetje... Maar dan moet er maar niks op geven, zeker dan altijd. In. Maar dat betekent ook dat, denk ik, er allerlei vragen kwamen. Die, ja. Veel klusjes die door mannen gedaan moesten worden ofzo? Ja, zeker. Dat was altijd de hoofdzaak natuurlijk. Ja, want waar hielp u de zusters dan zoal mee? Ja, het spul is van de zusters hier. Al het hele trein is van de zusters. Dus dat moet allemaal in orde gemaakt worden. Ja. Weet wel, ja. En, maar er waren ook wel speciale klusjes, denk ik. Iets ophangen of dat soort dingen. Deed u dat ook? Dat is wel minder. Dat was minder voor de man die binnenwerkte natuurlijk. Ja. Maar ik ben de man van buiten altijd geweest. Ik heb nooit niet zo heel veel binnengewerkt. De eerste jaren wel toen ik hier kwam. Het was ook in de wasserij en zo, allemaal mijn spullen ophalen. En die dingers. Ja. Maar later werd er minder natuurlijk. Toen hebben we ander personeel bijgekregen. Ja. En woont u ook op het terrein? Ik woon op het terrein, ja. Ik heb altijd op die boerderij gewoond daar. Aan het begin van het terrein, bij de ingang geloof ik is dat of niet? Nee, dat is hier op het terrein, hier zelf, bij het kasteel. Oké, okay, ja. Ja. En dan, nu woon ik zo ongeveer 20 jaar daar aan de poort, ja. Sinds ik pensioen. Ja. Dus mijn vrouw overleden. We hebben hier altijd samen gewoond. En toen zeiden de zusters, Engsle, nou we zitten hier alleen in het grote huis. En wij zaten met drie man in het kleine huisje. Zouden we nu ruilen? Ja. Meneer Barthe, ja, dat vond ik goed natuurlijk. Geweldig, ja. Ja, want dan mooi plekje, hoor. Dan zit je ook nog een beetje op een punt dat je het allemaal in de gaten kunt houden, geloof ik. Kan alles in de gaten houden, ja. Iedereen die komt en gaat en zo? Ja, dat weet ik allemaal precies. Kijk. Ja, daar hou ik allemaal bij een beetje, ja. En u wil hier ook wel blijven wonen? Ja, zolang het kan wel, ja. En af en toe de hertjes verzorgen ieder, en met andere... morgen, ja. Iedere morgen en iedere avond kom ik hier. Ja. Maak iedere keer de ronde. Afsluiten en alles. Leuk werk? Ja, zeker. Ik blijf in de beweging, hoor. We zijn er 85, dus moet toch een beetje in de beweging blijven. En dan roesten vast. Ja. Rust, zeggen ze altijd. Ja, dat is waar. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga verder met het voeren van de hertjes. En dankjewel voor te woord staan. Graag gedaan. Nou, we zijn hier op de kamer van mevrouw Gomes. U woont hier. Ja. Is het fijn wonen hier? Ja, het is heerlijk wonen. Ja, alles ook fijn samen leven, samen werken, samen. En alles is goed, de verzorging is goed. En het eten is goed. En ze doen veel voor je hier. Die je wel verwendt. Ja, want u zei net aan het begin, we doen hier heel veel samen. Hè? Ja. De gemeenschapszin, noemen ze dat volgens mij hier. Dat is ook, wordt ook heel belangrijk gevonden. Die wordt heel belangrijk gevonden en daar wordt ook wel gehoor aan gegeven. Dus dat.
Ja, en u bent geen religieuze bewoner, zal ik maar zeggen. Hè? Nee. Hoe is dat om met, ook met zusters samen te wonen? Nou, dat gaat prima. Ik heb zelfs een jaar boven op de afdeling van de zusters gezeten als enige. Enige leek, zeg maar. Dus, en dat ging ook goed. Ja, toen ging ik wel hier beneden eten dan. Maar, Zijn er bijzondere dingen waar je dat aan merkt, dat je ook in een, laten we zeggen, een kloostergemeenschap woont? Nee, niet. De zusters laten je ook erg vrij. Mm-hmm. Hè, want boven ook. En dan vragen ze wel eens van, ben je in de kapel geweest? Oma is ook helemaal niet nodig, zeggen ze dan. Het is niet verplicht. Ze verplichten je tot niets. En, U vertelde net dat u in Doorwerth gewoond hebt, in de buurt van Arnhem. Hoe kom je dan hier in Boksmeer terecht? Omdat hier een zoon woont. Okay. En toen ze zijn ook gaan kijken bij de andere zoons overal waar ik misschien ergens terecht kon. Want ik zat alleen. Mm-hmm. En dan, dan raakte je toch... En de kinderen ver weg, dus ze kunnen niet elke keer even binnenwippen. Dus zodoende dat we... En toen hebben we ze op de computer, op de laptop gekeken van op internet wat er allemaal hier in de buurt was. En toen vonden ze Sint-Anne er het beste uitkomen. Toen zijn we ook gaan kijken... En dat toen we binnenkwamen, zeiden we al, het was schoon en rustgevend. Ja, maar u had meteen in de gaten van hier wil ik wel blijven wonen. Ja, nee, en ik heb er ook helemaal geen moeite mee gehad. Dus, goede keuze geweest. Ja, hele goede keuze. Nooit spijt gehad. Kijk, en u hebt het nog steeds naar uw zin... Volgens mij een prachtige omgeving, vlak bij de Maas, geloof ik, hè? Ja, het is hier ook vlak. Ja, ik ben ook bij de Maas geboren, dus... Kijk, weer een beetje terug naar de oude roots. Naar de oude route, ja.